Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een lage drukgebied ten zuidwesten van ons land. En dat lage drukgebied koerst geleidelijk aan in noordelijke richting. En dat betekent dat de bewolking die zich nu boven Frankrijk bevindt onze kant op komt, en dat de bewolking dus inderdaad gaat toenemen de komende uren. Er zit al wat lichte neerslag op in België, en van tijd tot tijd kan er dus ook in ons land wat lichte neerslag vallen. Maar voordat dat het noorden van het land, met name het noordoosten, bereikt, is het waarschijnlijk al avond, en de zon heeft het langst de ruimte in het noordoosten van het land. In de ochtend hier en daar een beetje zon, overwegend droog temperaturen rond 12 graden en een matige zuidelijke wind. De wind verandert vanmiddag niet of nauwelijks, maar de kans op neerslag neemt wel toe, vooral in het westen van het land en de temperaturen lopen ook op. Het wordt 14 graden in het noorden, lokaal 16 in het zuidoosten van het land. Vanavond ook lokaal wat gespetter, overwegend bewolkt weer en dan temperaturen van een graad of 12. Die temperatuur die gaat de komende dagen eigenlijk nog wat verder omhoog, want vrijdag is het 15 graden gemiddeld, zaterdag 16 en ook zondag komen de temperaturen nog vrij hoog uit. Zondag is het op veel plaatsen droog met een beetje zon. De dagen daarvoor hoofdzakelijk toch veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Hoewel het vrijdag overdag ook op de meeste plaatsen droog is. Nou, de vraag is dan: houden we dat zachte weer? En het antwoord is eigenlijk tot en met het weekende ja. En daarna gaat het kwik waarschijnlijk wat omlaag. Temperaturen komen dan weer wat meer in de normale orde terecht. Want op dit moment is het gewoon echt te zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.